Koken met Mo is een programma waarin kleurrijk, smaakvol en betaalbaar wordt gekookt. Met elke aflevering een andere gast. Dit is Koken met Mo, eerste aflevering. In elke aflevering heb ik hier een nieuw gast bij mijn gruwelijk mooie keuken. En omdat het bijna kerst is, gaan we iets met kalkoenfilet bereiden. Maar dit is helemaal geen kalkoenfilet, dit is kipfilet. Dit is kalkoenfilet, waar heb je het over? Dit is kipfilet, dit is geen kalkoen. Kipfilet, we gaan iets met kipfilet doen. Wat hebben we nodig voor ons gerecht, Joyce? Nou, we hebben mozzarella nodig, 2 teentjes knoflook, 2 paprikaatjes, peper, oregano, zout, olijfolie, gebalde tomaten en de kipfilet natuurlijk. Koken met Mo. Ik denk dat we gaan beginnen. Joyce, stel jezelf voor, wat doe je allemaal in het dagelijks leven? Ik zing veel. In het Cultuurhuis en Kanaleneiland volg ik stage. Maatjesproject is dat. Okay. Daar zijn we sinds kort aan begonnen. Maatjesproject? Heb je geen vrienden of zo? Ik heb wel vrienden, maar het is gewoon leuk omdat je stimuleert jonge kinderen om te doen wat ze leuk vinden of hun talent te ontwikkelen en dat sprak mij heel erg aan. Word je niet gek van die kinderen? Nou, ik vind kinderen zelf heel erg leuk. Ik kan ook goed met ze opschieten. Ja, ze waren best wel druk, zeker als ze in een grote groep zijn, maar ja, dat hoort erbij. Oké, waar hoop jij op? Wat voor soort kind hoop jij op? Hoop jij op die drukke, die hele drukke jongen die de hele tijd lastig is en dat jij dan echt je best gaat doen om gewoon rustig te krijgen? Of hoop je op zo iemand die gewoon ja zegt, ja baas, nee baas? Nou, enerzijds vind ik wel een uitdaging als iemand heel druk is. En aan de andere kant is het ook wel fijn om een kind te krijgen die dan wat rustiger is. Maar je moet wel leren. Ja, je moet wel leren hoe je met zo iemand omgaat. Ja, dat wel. Dus misschien is het niet zo gek om een druk kind te hebben. Daar kan je in ieder geval van leren en ervaring op doen. Maar stiekem hoop ik dat het kind wel muzikaal is of iets wil doen met muziek. Want je maakt zelf ook muziek? Ja, ik maak zelf ook muziek. Je zingt ook? Ik zing ook, ja. Daarom wil ik dat het kind ook wat muzikaal is, hoop ik. Neem je ook eigen liedjes op? Ja, ik zit in een zanggroepje en we schrijven liedjes, teksten en de bedoeling is dat we het op gaan nemen. Dat is nu nog niet gebeurd, maar het is wel een bedoeling dat we het op gaan nemen. We hebben al een beat uitgezocht en ik hoop dat we in de toekomst wel een heel mooi nummer in elkaar hebben weten te zetten. En dan kan die in de oven. En ondertussen doen wij de paprika met een beetje knoflook, een beetje zout, een beetje peper hier in de steelpan. En dan zijn we klaar. En dan pak je deze en dan leg je ze eromheen. Hoppakee. En zo is die klaar. Joyce, bedankt. Wat vind je ervan? Ja, het ziet er goed uit. Lekker, hè? Koken met Mo. Ik heb net een echt, echt lekker gerecht gemaakt, hè? Is hij een beetje gezond? Hij is heerlijk. Het ziet er echt super lekker uit. Alle kleuren maakt echt dat het een feestje is op je bord. Met kerst is dat natuurlijk heel belangrijk, dat het er ook nog eens leuk en lekker uitziet. De paprika maakt het heel gezond. Let op met de kaas en met de kipfilet, want te veel kaas, daar zit vrij veel vet in. Daar moet je dan niet te veel van eten. Wil jij volgende keer ook komen koken bij Koken met Mo? Check dan de Facebookpagina. www.facebook.com/komkokenmetmo. En de instructievideo komt er ook op te staan. Dus als jij denkt, hé, dit gerecht wil ik ook graag klaarmaken, misschien met kalkoen voor kerst. Instructievideo, klik op play, je ziet precies stap voor stap wat je moet doen. Ik zie je de volgende keer.